In de serie Nergens Thuis heb ik één familie uitgelicht. Het gezin van Dibia en Abin. Dibia en Abin zijn beide geestelijk gehandicapt. De vader is zwak begaafd. Ze wonen hier in de noodopvang na de aardbeving die in 2015 plaatsvond. Het gezin is toen in een golfplatentunnelhuis terechtgekomen. Piepklein, maar zij wonen ondanks het ongemak daar met plezier. En de medebewoners van het noodkamp pasten een beetje op de kinderen. Eind 2019 zijn alle noodwoningen weggehaald. De meeste Nepalezen zijn vertrokken naar hun herstelde huizen of huurwoningen. Maar dit gezin niet. Geen enkele huisbaas wil gezinnen met meervoudig gehandicapte kinderen huisvesten. Er is al van tevoren angst dat ze voor overlast zorgen en de bewoners gaan klagen. In 2019 heeft de gemeente dit gezin in een veel te klein vertrek gedropt. Er is geen enkele leven- en speelruimte. Een situatie van voortdurende spanning. Moeder Barati maakt er voor de kinderen het beste van. Maar ze is bezorgd en heel vaak wanhopig.